Leuk die zijn bij een nieuwe TOTS SPC. Deze heet de ROTB Team of the Season. Dat is elke week heb je 10 spelers die ook een Team of the Season verdienen. En die kun je alleen verdienen door dit SPC te doen. En dit is niet hervatbaar volgens mij. Het is wel verhandelbaar, dus maar niet herhaalbaar is, nee. Maar goed, we gaan kijken wie we krijgen. Wat je hier voor doen is 83 rated en 80 chemistry. Heel makkelijk. Op doel is Asenjo, rechtsachter is Juan Fran, Ruiz en Mario Gaspar als centerbacks. Keane als linksback, center mid zijn Pareo en Sonsi en Guy. Bellarabi als buiten, Werner als spits en Piszczek als links buiten. Ik kan deze niet kopiëren, loyalty needed, I think. 1, 2, 3. Nee, loyalty needed. En dan gaan we kijken wie we krijgen. Heel kort video, het is verhandelbaar. Dus misschien gaat deze hier een deel nog doen om dat hoger te krijgen. Er valt één goud team om te spelen uit de overige team van de seizoensselectie. Dus ik weet niet wie erin zit, voor mij was de nummer 80 het hoogst. Dus ik ga niet vanuit dat het heel goed is. Belgisch. Doelman Castells. Zelfs 85. Daar heb ik niet verwacht. Is toch wel een hoge team of the season. ,90 meter. Alleen is het in België, dus ik ga hem ook niet doen in die EFL team of season doen, want er zijn maar een paar die hoger zijn. Dus ik bewaar deze voor de volgende team of season SPC. En wat ik gehoord heb, elke maandag of elke zondag en dinsdag zijn de league SPC en de overige SPC team of season is op woensdag. Dus vergeet me dat niet te kijken. En hierbij sluit ik mijn video af. Als je genoten hebt, geef een video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dan zeg ik altijd bij van de dag. Ciao, ciao.